Wat doen jullie hier precies bij FS Solutions? Ja, wij bouwen transportsystemen, transport- en sorteersystemen om voor klanten als een Joma of een Bolletje of Amazon om producten van A naar B te transporteren. Daar hebben we heel veel diverse modulaire componenten voor, dus een beetje proven technology zoals wij heel mooi zeggen. Die componenten worden eerst op een tekenkamer aan elkaar geplakt om de klant te overtuigen hoe wij denken dat het eruit ziet. En uiteraard een kostprijs daarvan te maken. En als het dan opdracht wordt, die tekening opgezet naar een werkplaatstekening. En dan gaan we hier in de werkplaats bouwen wij de oplossing voor de klant. Interessant. Het is heel interessant, ook heel divers wat ik net al zei. Gewoon heel leuk, heel uitdagend, met heel veel verschillende klanten. We zitten eigenlijk wel door heel Europa. Heel veel food gerelateerd van vroeger uit. Maar voor ons zit de groeimarkt in de logistieke markt. Dat is ook een van de redenen dat we al uit moeten breiden, wat je net vroeg. Dat we gewoon groeien en groter worden. En ook de projecten zijn wat groter. Dus het moet steeds meer grotere projecten. Leuk hoor. Ja, zeker heel leuk. Dit is dan een mooi voorbeeld. Dit is dan boven door de jongens getekend en bedacht. En dan krijgen de mensen van de werkplaats krijgen zo'n projectje. En dat moeten ze eigenlijk van A tot Z opbouwen. Dus ze krijgen een stuklijst. Dus er worden de orders voor hun gepikt. De componenten moet ik zeggen, sorry. Dan gaan ze zagen en dan gaan ze het in elkaar knutselen. En uiteindelijk moet dan dit baantje moet het resultaat zijn. En dit baantje is deze baan in het echt. Dus dat die komt een beetje zeg maar zo overeen. Ja. Want Peter, je zit hier nu een jaar, tenminste een jaar van reizen naar Goor gegaan. In juli zaten we een jaar, dus iets meer dan een jaar nu. Maar dan heb je een heel mooi pand staan. Ja, klopt. En nou zie ik daar. Ja, ik weet waar je heen wil. Dat... Domme, hè? Ja, nou, dat weet ik niet. Nee, maar goed, dat kun je natuurlijk niet allemaal vooruitkijken. Maar we groeien inderdaad redelijk door in mensen en in andere dingen. Maar we hebben ook gemeend dat we qua efficiëntie nog wat slagen kunnen maken. Ja. En daarom komt daar een nieuwe hal van 750 vierkante meter. Wauw. En daar gaan we het voorraadbeheer, expeditie, gaan we daar doen. Dus om heel veel dingen voor te bereiden. Zodat de jongens zich alleen nog maar bezig hoeven te houden met check, met de montage en met andere dingen. Oh, mooi hoor. Ja. Gaat. Ja. De vorige keer kwam ik hier binnen met zo'n check. En toen vertelde ik je dat jullie een van de genomineerden zijn van onderneming van het jaar 2019. Hoe is de reactie? Ja, dat is leuk. Overweldigend. Als je het ziet dat je in één keer zo'n check in de handen krijgt, dan denk je van oké, dat is toch wel iets wat je hebt gedaan met elkaar als een beloning. Het feit van, hey, we zijn op een goede weg en we doen het goed, we zijn naar Goor verhuisd. Een nieuw pand, een mooi pand. Dus. En waarom moeten jullie dan winnen? Ja, ik denk dat het als gezamenlijk, we hebben het goed gedaan als team. Ik denk dat, dat er echt een meerwaarde is en dat daarom ook de beloning ook mag zijn als je het wordt. We gaan het meemaken. We gaan het zien. Bij de nieuwjaarsreceptie. Op de 16e. Tot dan. Helemaal goed, tot dan. Ja, maar dit is dus een band zeg maar, waar mensen straks op komen te staan. Dus we kunnen hierop? Wij kunnen hierop, dat gaan we zo met z'n tweeën doen. Die uitdaging durf je met mij toch wel aan? Ja. Dat lijkt mij toch wel. Ook met hakken. Ook met hakken? Met hakken gaat dat ook goed komen. Gaan we doen. En hierbij is het belangrijk dat zo'n band dan niet schokt en beweegt. Want je kunt je voorstellen, als je het opstaat en je gaat elke keer heen en weer, dat is niet zo prettig. Nee. Dus... En dan mag je statische elektriciteit mag dat opwekken. Dat zijn wat andere normen. Dus en het waardes. Is eigenlijk de kunst om er niet van af te vallen? Het is de kunst om er niet af te vallen, maar dat gaat ons lukken. Oké. Okay. Of chill, ja. Ja. Het is zodanig langzaam dat er niet zo heel veel gebeurt. Woehoe. Weet je het zeker? Ik weet het zeker. Oh ja, dit is eigenlijk best stabiel. Dit is toch redelijk stabiel? Ja, maar als we er maar niet afvallen op de eind. We moeten even in de gaten houden dat we ongeveer een meter of vijf hebben. Anders lopen we heel rustig die kant op. Dit is de catwalk. Ja, wie had dat nou gedacht dat ik met jou nog op de catwalk liep? Ik ook niet hoor. Ja.